Oké. Goed. Ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Los. Hallo en welkom. Een dwarslees. Stel dat je er een hebt en de dokter die vertelt je van nou, je moet er rekening mee houden dat... Niks. Een tijd terug zat ik bij een kampvuur in de bossen van Vierhouten met iemand te praten die me zijn verhaal vertelde. Hoe hij van een grote hoogte naar beneden was geflikkerd, zijn rug had gebroken en met een dwarslesie en een gipscorset thuis kwam te zitten. Hij hield er de moed in en toen het gipscorset afging, zette hij van die spierstimulatoren vol op zijn benen. Je weet wel, dat zijn die dingen die vroeger op televisie verkocht werden, waarmee je zo'n elektronische zenuwtrek kunt opwekken. Nou, die benen die gingen door zo'n apparaat heftig heen en weer, maar ja, hij had er toch geen last van, want hij had geen gevoel in die benen. En zo gebeurde het dat hij weer opnieuw een lopende mens werd. Er is dus nog wel wat mogelijk. Een ander verhaal van een handoplegger uit Amersfoort, iemand die doet aan quantum touch, is ook heel erg hoopgevend. Zijn buurman met een dwarslesie ging hij behandelen tot het moment dat die buurman verzocht of hij wilde ophouden, want hij kreeg zo'n naar gevoel in zijn benen, waar eerst dus helemaal geen gevoel in zat. Ja, sommige mensen willen gewoon niet geholpen worden. Wat je in ieder geval kunt vaststellen, is dat er veel meer mogelijk is dan wat de dokter je vertelt. Ga dus vooral op zoek, geef de moed niet op. Dit is geen kwestie van valse hoop, maar je kunt wel mensen de hoop en het vertrouwen ontnemen. En daar doen we hier niet aan. Dus, succes ermee.